Jan van Dubben leerde ik kennen in de jaren 2000. Ik was dan Vlaams minister. Hij was Vlaams volksvertegenwoordiger voor de SPA. Ik zie hem nog rondlopen met zijn trolley vol boeken. Een intellectueel in de politiek. Een denker in de politiek. Nee, hij was ook een doener. En dat kunt je vooral lezen in het boek van Louis van Dievel. De dokter is uw kameraad niet. Daarin lees je het verhaal van een sociaal revolutionair, Maoïst, die sociaal-democraat werd en uiteindelijk sociaal-conservatief. Eerst arbeider, later parlementair en nog later dokter in een achterstandswijk. Een mooie evolutie, een mooi beeld van een politieke generatie. Huust van Mol, de naam van de hoofdfiguur, staat niet alleen voor Jan van Duppen, maar staat voor de hele generatie politici.